Bij de voortzetting van de decembermoordenstrafzaak tegen hoofdverdachte Desi Bouterse zijn er vandaag getuigen gehoord. Bouterse is vanwege medische redenen niet verschenen voor de rechtbank. De zitting werd geleid door rechter Dinesh Seoratan, fungerend president van het Hof van Justitie. De getuigen Iwan Dijksteel en Stefanus Dindu hebben volgens de advocaat van de nabestaanden, Hugo Esset, opmerkelijke verklaringen afgelegd. Meneer Dijksteel heeft verklaard dat meneer Dindu wel in het fort was. En meneer Dindu heeft verklaard dat hij niet in het fort was. En meneer Dindu heeft juist meneer Dijksteel als zijn getuige opgeroepen. Dus zijn eigen getuige heeft juist verklaard dat hij wel in het fort was. En meneer Dindu blijft beweren dat hij niet in het fort was. Maar zijn eigen getuige zegt dat hij wel in het fort was. Dus dat is duidelijk. En de tweede getuige, de heer Granoos, die weet niets. Althans, dat zegt hij, want hij was er niet. Hij was minister, maar hij was niet in het fort. Hij was niet bij de voorbereiding. Hij weet nergens iets van. Het enige wat hij weet is dat de mensen hem hebben gezegd dat er een coup zou komen. En aan zo'n verklaring heeft juridisch dus wat mij betreft geen waarde. Wat doet dit met het proces? Esset verduidelijkt dat de verklaringen van de getuigen alleen maar maken dat het proces sneller wordt afgewerkt. Met hetgeen zich vandaag heeft voltrokken, is er nog meer bewijs voor de schuld van de veroordelen en hun voorbedachte raden, meent de jurist. Dat de getuigen hebben verklaard dat de 15 vermoorde mannen op 8 december 1982 een vluchtpoging hadden gewaagd, is volgens hem een praatje. Dat heeft de heer Bouterse zelf gezegd. Zijn woorden waren, die verklaring is lulkoek. En de heer Granoos bevestigt dat nu. Die zegt, ik kan me dat ook niet voorstellen. Maar ze hebben dat leugen toch verkondigd. En ook de verhalen van CIA, de rapporten zijn, zit u daarvan op de hoogte? Nee, het enige wat ik weet is dat na de decembermoorden men in de Verenigde Staten heeft overwogen om in te grijpen. Maar dat is na de decembermoorden. Het getuigenverhoor is vandaag afgerond. Volgens Esset moet dit ervoor zorgen dat het proces in een versneld tempo behandeld wordt. De advocaat stelt dat het verloop van de totale case in lijn is met wat het Hof van Justitie wil.